Zo, goedemorgen, we zijn in Londen. Kijk, en we hebben vanmorgen vannacht goed geslapen. Gisteravond hebben we nog wat winkeltjes bezocht. En nu staan we hier aan Londen. Morgen om half zeven al opgestaan, lekker in bad geweest. Gaan ontbijten vanmorgen. En nu zijn we hier om een uur of tien. Staan we in de oevers van de Theems. We gaan dadelijk een boottochtje doen. Daar heb je het Millennium Wheel. En daar de House of Parliament, daar verderop. Dit is een Millennium Wheel. Zo, we gaan met onze rondvaart beginnen. Even een algemene mededeling. Mensen die gebruik moeten maken van het toilet, die toilet bevindt zich aan de achterzijde. En als u iets wilt drinken, koffie, thee, limonade of een broodje wilt halen, kunt u dat aan de achterzijde even bij die man in dat prachtige blauwe uniforms. U moet er wel even achterlopen. We concentreren ons voornamelijk op de rechterzijde. Dus we zullen dadelijk al gelijk verkeerde en gaan we dan de kant op varen. Dus houden we eventjes uw concentratie op de rechterzijde. Daar zijn zowel de aanbodemeesters en de zienswaardigheden. Heel veel plezier en we gaan beginnen aan een mooie rondvaart. Het werk gaat al een beetje op, dus laten we ook dat vast kunnen houden. We varen ongeveer de Hungerford Railway Bridge. Dat is een dubbele constructie. Een spoorbrug en een voetgangersbrug. Een van de twee officiële voetgangersbruggen die de Theems telt. Nou, dat is de Millennium Bridge en daar gaan we straks nog onderdoor varen. Dat is een van de totaal 32 bruggen die de Theems overspannen van de rechter naar de linkerzijde van links naar rechts. Dan lopen we de ene oever naar de andere oever. Nou, we gaan een stukje op die weg doorvaren en hopelijk dat we het langer toestaan dat we onder de Westminster Bridge kunnen varen. En dan blijkt daar aan de rechterzijde al vier de Big Ben. Die is daar geplaatst in 1858. Wordt eigenlijk gezien als het symbool van de Britse regering. En als we vanavond de licht doen, en die doen we allemaal, ook de gasten van Miguel, dan kunt u misschien zien dat er licht boven in de Big Ben brandt. En dat zou betekenen dat de parlementsleden aan het vergaderen zijn. De klok van de Big Ben werd zo'n 5 ton. En de doorsnede van de reizenbaan is 6,68 meter. De hoogte van de klok is 104 meter. En waar komt nou die naam Big Ben vandaan? Daar zijn twee verhalen over. Eentje zou zo zijn dat tijdens het bouwen van de Big Ben was een van de vorige mannen die daar mee bezig was. Zijn naam was Benjamin Hall. Dat was een grote, bondige arbeider. En ze vermoeden dat die naam aan de Big Ben is blijven plakken. Nou, de tijd van de Big Ben is een halve seconde nauwkeurig wordt hij weergegeven. Dat heeft te maken met een bepaald systeem dat altijd de tijd goed blijft lopen. En als je het riedeltje hoort als de klok slaat, dan is dat het riedeltje van Handel. Bijvoorbeeld de brug te beschadigen of te vernielen, dan kon u daarvoor de doodstraf riskeren. De Westminster Bridge. Westminster Bridge gaan we nou onderdoor. Nou, maar als we dan in Westminster Bridge onderdoor gaan, dan hebben we een prachtig uitzicht op de House of Parliament. Kijk eens, dames en heren. Een gigantisch gebouwencomplex. Dit is de regeringszetel. Hier bevindt zich het House of Lords, het hogerhuis met de kleur rood. En het House of Commons, het lagerhuis, en die hebben de kleur groen. En dat het strikt gescheiden wordt gehouden, kunt u zien aan de kleuren van de luifels van de kantine. De rode kleur is dus voor het hogerhuis en de groene kleur is dus voor het lagerhuis. Hier zijn zo'n 650 parlementariërs werkzaam. En hier wordt ook ieder jaar door de huidige koningin Elisabeth II het parlementaire jaar geopend. Ook was hier in 1979 de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië werkzaam. En dat was natuurlijk de Iron Lady Margaret Thatcher. Voorheen heette dit eigenlijk het Palace of Westminster. Dat was op. En toen is dus de officiële House of Parliament die we nu kunnen zien. Zijn hier toen weer opgebouwd. En dan staat bij iedereen in zijn geheugen geknipt. De aanslag in New York. Toen hebben ze ook geprobeerd om die Houses of Parliament om die in ieder geval op te blazen. Dat is gelukkig allemaal niet gelukt. Dat is ook niet echt in de bekendheid gekomen. Maar ze hebben het wel degelijk geprobeerd. Ja, dat is wel. Ja. Dat is wel bezig.
Dat is in het jaar 2000 erbij geplaatst. En daar zijn de nieuwe parlementariërs werkzaam van de House of Lords en de House of Commons. Een klein beetje open naar de nieuws nogmaals, als met blote oog niet te zien. Het is nog lang in toren van Pisa. Maar dat komt door de aanleg van een nieuwe metrolijn daar in de Turnen. Is het weekend een heel klein beetje scheef gekomen. Maar nogmaals, met blote oog niet te ontdekken. Ja, wel, het was niet echt scheef aan. Ja, we gaan alleen door de Westminster Bridge onderdoor. En we willen vragen om gelijk even naar de rechterzijde te kijken. Dus ook ziet, staan we de kant op. Dat is dus nu zijn het appartementen op de Duitse molen en dit is een Chinese restaurant en zo met Google. En onder die kant op het aquarium, daar kunt u dus verschillende waterbassins zien. Daar kunt u droge aaien, er zijn zelfs aaien te zien. Maar dit is een normale
zou dit jaar het Verenigd Koninkrijk. Toen was de brug in de rood met blauw geschilderd. Niet de kleuren die wij kennen van het Nederlands. Maar de kleuren van de Britse vlag.